zondag van carnaval komen de groepen buiten niet alleen met hun char, maar natuurlijk ook met hun kostuum. Nu gaan we eens kijken bij de vrouwen van de mannen van de Met hoe ze daaraan beginnen. Want weekend wij stappen groen, dan is het bij onze chapeau te doen. We hebben er elke... Annick, vertel eens, hoe maak je nu een kostuum? Met stof, hè, Sonja. Veel stof. Wie? Ja, natuurlijk met stof, maar ik wil zeggen, van, hebben jullie een ontwerp? Zeggen de mannen hoe dat het moet? Of kunnen jullie allemaal zelf beslissen van zoiets gaan we maken en dat passen we aan? Dat is die mooiste, hele creatieve. Die zit dan met dat idee in zijn hoofd. Moeilijk over te brengen soms, want zij ziet dat wel voor hem, maar je moet dat ook kunnen uitleggen op papier of op stof. Dus dat is niet altijd makkelijk, denk ik. Want in het begin was het inderdaad moeilijk om te snappen wat dat ging worden en hoe dat er ging uitzien. En... Maar bon, kijk, we zijn bezig, dus het is eruit gekomen, zal ik maar zeggen. En het ziet er goed uit, hè. Maken jullie dan ook een prototype en kijken zij dan na en zeggen ze van hier nog wat veranderen, daar nog wat veranderen? Ja, dat doen we wel, ja. We veranderen nog gedurende... Als we zien van oké, hier kan het wel wat mooier of gemak, allee, of beter of zo, dan veranderen we inderdaad nog wel met samenspraak van. Sabrina, wie bepaalt de kleuren? Goh, dat is ja, als we daar naartoe gaan voor de stof, dan, ja, dan bekijken we al de kleuren een beetje. En ja, we zijn iedereen die mee is, die mogen die zeggen hun mening in feite. Annick, hoe wordt het werk hier verdeeld? We hebben ons vaste stikploeg, al jaren. We hebben een vaste knipploeg. We hebben onze commandant. We hebben wie mag dat dan aanwezen? Ons Carmen, hè, maar die doet dat super. Hè. Die plant ongelooflijk. Dat moet, hè. Zoiets moeten met zoveel man. Kun je niet zomaar in het wilde weg gaan beginnen. Zeggen van, nou, nu gaan we een keer dat doen en dat. Dus die is in plannen echt perfect. En ja, dan komt ze afgelopen en... te roepen en zo, maar ja, dat is plezant, hè. Dat is positief bedoeld. Hè. Ja. Sabrina, hoe lang zijn jullie nu al aan het stikken? Ik bedoel, van welke maand zijn jullie begonnen? Dat is begin september, ja. En hoeveel keer per week zo? Nu is het nog maar 2 keer per week. Je zegt maar? Ja, vorig jaar was dat meer, nu is het nog maar 2, maar dat gaat ook na nieuwjaar gaat dat meer zijn. En hoe zit dat nu met die maat te nemen van al die mannen en die vrouwen? Ja, dat is, ja, we schrijven dat al elk jaar uit Carmen, dat ook bij al die maten. Natuurlijk, de volwassenen die blijven ongeveer op hier en daar een uitzondering. Die beslist om een beetje te vermageren of zo, of omgekeerd, een beetje te verdikken. En bij de kinderen, ja, die groeien constant. Hè, dus daar moet dat wel jaarlijks toch een keer gepast worden, alvorens dat we daar... een voorbeeld nemen en proberen we te zien welke kinderen zijn er ongeveer even groot, hebben dezelfde maat. En dan wordt dat gepast en wordt dat aangepast als dat niet gaat. Sabrina, ik kan mij voorstellen, voor 88 man de juiste schoenen vinden, moet ook niet evident zijn, hè? Nee, helemaal niet. Want er zijn sommige mensen die hebben dan echt heel grote voeten. Dat is dus ook niet gemakkelijk om te vinden. Maar ja, we vinden dat wel, hè. Annick, is het hier eigenlijk een bandwerk aan het worden bij jullie, of toch niet? Ik voel het niet aan als bandwerk. Dus een keer, ja, het zijn meer een deel, ja, blouses nu dat we aan het stikken zijn. Bandjes voor rond de armen. Maar ça va, het voelt bij mij niet als bandwerk aan. Hebben jullie enig idee hoeveel meters stof er door jullie handen gaan? Dat gaat aan Carmen een keer moeten vragen. Daar heb ik echt geen flauw gedacht van. De jeugd van de mannen van de Met laat zich niet onbetuigd en zij zorgen voor de accessoires voor de groep. Zeno, vertel eens, hoe begin je nu aan zo'n accessoires maken? Goh, dus wij krijgen eerst het thema en dan vragen zij ons van hoe zien jullie dat zitten en wat zijn jullie ideeën en dan maken wij een prototype. Wij stellen het dan voor aan het bestuur en dan worden er aanpassingen gedaan van dat vinden wij beter of dat kan anders en dan komen wij zo tot een eindresultaat. Dus jullie verzinnen zo gewoon de stukken erbij? Ja, inderdaad. Zij hebben niets in hun hoofd en dan proberen wij dat zo wat, ja, te maken. En dan zien we samen van wat dat kan veranderen en zo komt het allemaal in orde. Wanneer zijn jullie ermee begonnen? Eind augustus zijn we gestart. Zoé, dan was het nog grote vakantie. Ja, het einde, hè. School begon bekend, hè. Dus... Ja, en dan komt mijn volgende vraag. Hoe combineren jullie dit met de school? Plannen. Een beetje plannen met iedereen en een beetje afstemmen wie wanneer komt. Hoe voelen jullie je hier als jullie hier allemaal samen zijn?
goed. Het is hier plezant. We lachen veel, we amuseren ons veel. En we zijn met genoeg om ons te amuseren vooral. Dus. Ja. Want Zeno, eigenlijk zitten we hier bij de jeugd, bij de opvolgers van de oudere garde van de Mannen van de Met, hè? Ja, inderdaad. En ja, we zijn allemaal goed gemotiveerd. We zijn met heel veel, dit jaar ook, een paar bijgekomen. Dat we hier soms te weinig plaats hebben. Dat we hier met, ja, met inderdaad te veel zitten. Wat drijft jou nou om zo echt carnaval mee te gaan vieren? Goh, vooral de vriendschap onder het jaar zelf. Dus alles wat dat je doet in een atelier. En dan de zondag dat je buiten komt en dat je fier bent op wat dat je gemaakt hebt. En dan ja, het weekend zelf goed vieren en ons amuseren. Ze er kunnen niet het Eskimo op welke ruis zijn. Eet u niet.